Welkom bij Leeuwarden Actueel van dinsdag 14 september 2010. Eind november komt er een mini-super van Albert Heijn op het treinstation in Leeuwarden. Op veel andere stations is al zo'n vestiging onder de naam Albert Heijn To Go. De winkel is tot 10 uur 's avonds open en zal ook als enige supermarkt de gehele zondag open zijn. De Leeuwarder architect Peter Wallon heeft een voorlopig ontwerp ingediend voor de vestiging van winkels in de oude Lombardsteeg. Deze steeg verbindt de Nieuwstad met het Saarland en is nu een kale steeg. Vroeger echter waren er cafés en winkels ingevestigd en volgens Wallon moet het weer een levendige steeg worden. Er zal een deel worden gesloopt van de bestaande gebouwen en er komen dan winkels voor in de plaats. Wallon heeft het plan ingediend bij de eigenaar van het gebouw, ING Real Estate, die moet bekijken of het haalbaar is om de winkelruimte te verhuren. Studenten van de NHL gaan Cambuur TV runnen. De 8 studenten van de opleidingen Communicatie en Communication en Multimedia Design gaan Cambuur TV van een nieuw gezicht voorzien. De website en Cambuur TV moeten een actueel medium worden over alle ins en outs van de club. Er worden regelmatig reportages, achtergrondartikelen en interviews opgeplaatst. Niet alleen over het eerste elftal, maar ook over het vrouwenvoetbal, amateurvoetbal en maatschappelijke zaken. D66, GroenLinks en de FNP gaan 4 extra inspraakavonden organiseren in Bonsterhim over de herindeling van de gemeente. Zoals eerder is aangekondigd, zal mogelijk een deel van de gemeente bij Leeuwarden gevoegd worden. De partijen willen met name in de Lege Geën, Ter Herne, Warten en Oldeboren, waar de herindeling gevoelig ligt, horen wat de bevolking vindt van de herindeling. De werkgroep Schenkenschans Groen en de Leeuwarderwijkpanels Vossenparkwijk en Westeinde zijn tegen de vestiging van een asfaltfabriek in Nieuw-Stromenland. Tijdens een informatieavond in het Holt in Deinem hebben ze de nodige kritische kanttekeningen geplaatst hierover. Op deze avond heeft de stuurgroep Nieuw-Stromenland informatie verstrekt over de plannen voor een energiepark en een asfaltcentrale in het gebied. In de werkgroep Schenkenschans zijn diverse belangengroepen van de omliggende dorpen zoals Deinem en Blessem vertegenwoordigd. Zaterdag 11 september 2010 was in Leeuwarden voor de 24e maal de Open Monumentendag georganiseerd. Er was een wandelroute uitgezet langs diverse locaties met als thema stegen en binnenterreinen. Mercurius bezocht een aantal locaties. We staan hier op een historisch pleintje achter de Nieuwstad, waar het voor de brandweer eigenlijk allemaal een beetje begon in een pril verleden. Ja, dat klopt. Nou, naar mijn weten, omstreeks 1935 is de brandweer hier gekomen. In 1975 zijn we hier weggegaan. En we zitten op een Oortlandsdiek waar we nog steeds zitten. Nou, 1935 was hier dus de brandweer en de politie zat hier samen. Nou, veel oud collega's en de verhalen. Nou ja, daar moeten wij het ook mee doen. En we hebben hier een aantal foto's hangen. Hè, waarop toch een beetje geïllustreerd wordt van hoe het er toen uitzag. Nou, aan de foto's kan u in de ene foto zien de deuren waar we nu voor staan. Daar stonden de auto's. Boven in dit pand sliepen en werkten en woonden de mensen die toen bij de brandweer, bij de politie en bij de gemeente werkten. Dan gingen met een paal naar beneden glijden, stapten in de auto's, gingen nog door het pand heen. En kwamen aan de voorkant op de Nieuwstad, reden ze eruit. En zo werd naar de plaats van de brand uitgerukt. Ja, erg omslachtig en dan ook nog midden in de binnenstad. Daar zouden jullie als brandweer nou niet meer aan moeten denken, geloof ik, hè? Als de brandweer hier nou nog zat. Ja, verschillende meningen. Uiteraard is natuurlijk het verkeer een factor waar we dan rekening mee moeten houden. En de stad is natuurlijk gigantisch groot geworden. Ja, dus de aanrijdtijden van 10 minuten willen we natuurlijk wel halen. En kunnen we gelukkig ook halen. Dus onze huidige locatie is wat dat dan gaat niks mis mee. Nee, de stad groeide, maar het materiaal groeide ook. Als ik hier even om me heen kijk en naar de foto's ook zie aan het materiaal. Wat me ook opviel, dat de toren waar de slangen altijd hingen, is nog bewaard gebleven hier. Die is nou al wat groter, hè? Wordt die met alle moderne technieken nog wel gebruikt?
Ja, we gebruiken nog steeds de slangentoren, ook echt als slangentoren. We wassen en controleren nog steeds de slangen. Moet ook nog steeds gedroogd worden. Nou, de tijd van waar we nu staan, toen waren de slangen natuurlijk van een ander materiaal dat we nu gebruiken. Dus toen hingen de slangen ook zeker 3 à 4 dagen in de toren te drogen. Nou, tegenwoordig is 1 dag toch voldoende om de slangen te drogen. Maar we hebben nog steeds de slangentoren en die gebruiken we ook nog steeds. Tot slot, leuk om met je collega's, met een aantal collega's, weer een keer op de oude stek terug te zijn. Ja, nou, het is natuurlijk niet onze oude stek. Want de brandwisselstek. Oké, want zo oud zijn we het nog niet. Brandwisselstek, hoor. Ja, maar ja, het is inderdaad voor ons ook gewoon heel leuk om ook de verhalen van de mensen die komen en de bezoekers en oud-Leeuwarders en ex-collega's die hier echt gewerkt hebben. Is het ook heel leuk om even ook we werken hier, maar ook leuk voor ons om even mee te luisteren naar de verhalen en wat er allemaal gebeurt en gepasseerd is hier. We staan voor mij een verrassend pand. De buitenkant in de Poststraat ken ik wel, maar... Ja, ik had dit erachter niet verwacht. Waar staan we hier precies? Nou, dit is vroeger een lijkkistenfabriek geweest. Bij veel bewoners van Leeuwarden is het wel bekend. We stonden eigenlijk op meerdere panden. Opslag van lijkkisten, hout en dergelijke. En het wonen woonde hier zelf ook in. Een aantal jaren geleden is hij eruit gegaan. En ik heb begrepen dat het nog een jaar gekraakt is. En toen is het na verloop van tijd gekocht door Stadsherstel... En die hebben al het hele pand helemaal leeggehaald van de krakers. Ze hebben natuurlijk nog enige vernielingen in aangericht, heb ik begrepen. En toen is het verkocht eigenlijk aan een particulier. Dus nu woont Isabella Dix hier, dus onze wethouder van cultuur. Die is nu eigenaar van dit pand. En die heeft helemaal omgericht of omgebouwd zeg maar, tot woonhuis. En hierachter staan we dus voor de bed and breakfast. Dus mag je slapen. Een bed and breakfast, maar met uitbouws, daarvoor een lijkenkistfabriek. Daarvoor heeft het nog een bestemming gehad? Of? Dat zou ik niet weten. Ik ken het alleen maar zelf als lijkenkistenfabriek en dat op een gegeven moment helemaal vervallen was. En dat je hier ook gewoon in kon lopen, kon je onder de poort doorlopen. Maar goed, sinds het verbouwd is, is het ook afgesloten geweest. Dus ik ben hier eigenlijk zelf ook weer voor het eerst. Dus het is voor mij ook helemaal een verrassing, maar het is heel erg mooi geworden, vind ik zelf. Nou, op een monumentendag, hoe reageren de bezoekers? Heel enthousiast. Dus ze denken van bent u hier de eigenaar van? Ik zei, nee, was het maar waar. Heel graag zelfs. Maar nee, eigenlijk vanaf vanochtend vroeg is er eigenlijk al steeds heel veel aanloop geweest. En het zal even doorlopen, denk ik, tot nu of 5. Dus, maar iedereen is heel enthousiast en iedereen wil hier wonen natuurlijk. Ik ook. Gerenoveerd is. Mevrouw van der Wal, mag ik zeggen dat u hier vorstelijk woont? Maar dat was vroeger niet zo, hè? Ik woon hier zeker vorstelijk. Ook in een prachtig hoekje eigenlijk, waar de hele dag een beetje zon is. Zowel voor als aan de zijkant. Dus ja, uiteindelijk heb ik het mooiste plekje van het hele hofje. Ja, want het is nu prachtig wonen, maar vroeger had het een andere functie, hè? Wat is dit voor hofje? Dit was een hofje voor weduwvrouwen die zo arm waren en werden dan onderhouden door de rijkere mensen. Dan kregen ze 1 keer per jaar kolen of turfjes en vlees. Dan werd er een koe geslacht en dan werd het verdeeld onder de dames. En groenten en aardappeltjes werden hun allemaal gebracht. Ja. Dat was dan wel voor een select aantal weduwvrouwen, neem ik aan. Ja, dat weet ik niet precies, maar men zegt dat dus de ene helft was dan voor de armere of de armoedige mensen. En de andere kant was dan weer voor rijkere mensen, voor van de adel. Dus, maar die dan verarmd waren. Maar of dat dus waar is, dat weet ik niet. Nee, want het staat, als je hier binnenkomt door het poortje, er staan er van die geweldige teksten op de muur. Hè, dat men toch maar wat deed voor de weduwvrouwen. Heel apart was dat in die tijd. Ja, toch. Ik vind het, het strekt hun tot eer dat dat toen zo toch gedaan werd. Want ik bedoel, nu heb je wel eens dat echte arme mensen, gewoon aan hun lot worden overgelaten. Ja, toch. Het was ook exact een vrouwenwereld. Is dat nu nog zo? Ja, het is nog steeds een vrouwenwereld. Dat is de voorwaarde dat je dus 45 minstens bent en alleenstaand. En dat gaat prima samen, want u woont toch met z'n allen op een
een klein oppervlakje? Het gaat uitstekend, maar je moet wel respect voor elkaar houden. En niet om de 5 minuten bij elkaar gaan zitten kleppen, want dan komt er alleen maar narigheid van. Voordat ik hier kwam wonen was er een beetje heibel hier in de tent. Maar dat is nu helemaal gelukkig niet meer zo. Het is echt gezellig, ja. U woont heel tevreden? Heel tevreden, ja. Ik hoef niks anders. Dit was Leeuwarden Actueel van dinsdag 14 september 2010. Tot ziens!